Nou, goedemorgen. Deze prachtige plek in Zweden, of tussen Zweden en Denemarken, in het eiland Ven. We zijn hier aan het zeilen en ik dacht, het is een rustige dag. Ik ga hier een van mijn boeken vertellen. Kijken of dat werkt voor mijn vlog. Ik wil wat vertellen over het boek Het Achtste Leven van Nino Haritjuwili. Nou, ik heb hem op de e-reader gelezen, want het is een dik boek. 1045 pagina's. Ja, ik heb hem ook in hardcopy. Maar toen ik dat zag, toen dacht ik, ja, ik wil hem wel hebben in mijn hand. Maar gewoon zoveel pagina's lezen is gewoon makkelijk met een e-reader. Als je aan boord bent of op de fiets of waar dan ook. Ja, vriendinnen zeiden, dat moet je echt lezen, dat boek. En ja, dat is ook zo. Maar waarom? Het vertelt 8 levens, maar het is vooral 6 generaties aan de kant van het oosten. En Rusland, de oorlogen in Rusland, Georgië worden besproken en vooral de verhalen van de vrouwen. En het begint allemaal, en het gaat steeds in het boek door, over de prachtige en mooie chocola die een bed overgroot. Vader waar het verhaal mee begint heeft gemaakt en die heel zoet is, maar ook die ongeluk zal brengen. En dat is eigenlijk het thema wat heel het boek doorgaat. Het zoete, de liefde en het zoute daarvan. Het gaat om verlaten worden, om verkrachting. En Els van Stijn, dus een collega van mij, die heeft een prachtig systemisch boek geschreven, De Fontein. Die zegt eigenlijk, Annelies, als een boek systemisch klopt, ja, dan wil je het lezen. En wie weet is dat wel de reden dat mensen zeggen, ja, dit boek wil ik lezen. Omdat het systemisch klopt. Omdat je ziet dat de patronen doorgaan en doorgaan van liefde, op de verkeerde liefde, verliefd worden, verlaten worden, verkrachting. Dat gaat maar door. En uiteindelijk, iedereen overleeft het en uiteindelijk leidt het ook tot een herhaald patroon van zelfmoord, het niet meer weten. En in die zin vind ik het ook echt wel een boek. Het is een behoorlijk boek, dus qua dikte, maar voor systemische opleidingen zou ik zeggen aanraden en haal er nou de systemische patronen uit. Ik vind het ook wel echt een boek voor bij een boekenclub te bespreken. Nou, dus een aanrader. Nou, wij gaan zo ook weer varen. Er gaat nu een scheepje uit, misschien kun je het zien. Het vaart de haven uit. Wij gaan ook zo. Veel vleesplezier. Dag!